Nou, ik heb goede gesprekken gehad met de trainer en de club geeft me een goed gevoel. En ik ben daar geweest kijken en alles is eigenlijk positief voor me geweest. En ik wil volgend jaar gewoon heel graag spelen in de Eredivisie. En ik denk dat het bij ADO heel goed kan. Je hebt nog niet getekend, gaat deze week gebeuren. Wat voor contract teken je dan? Ik ga daar een 2 jaar contract tekenen met een jaar optie. En waarschijnlijk ga ik ook daar in de buurt wonen. Dus het wordt een hele omschakeling. Ja, want je hebt gespeeld bij Alphense Boys, net als Jens Toornstra. Speelt het nog mee dat jij uit die regio komt in je keuze voor Den Haag? Nee, dat speelt niet echt mee. Maar voor mij is het gewoon belangrijk dat ik bij een club ga voetballen waar ik veel vertrouwen voel. Dat voelde ik bij ADO. Ik vind het een hele mooie club en ik zie mezelf daar gewoon goed spelen. Waar reken je op volgend seizoen? Ja, kijk, het ligt natuurlijk altijd aan jezelf. En ik zie gewoon voor mezelf bij ADO veel mogelijkheden. En dat is me ook verteld. En het ligt altijd aan jezelf en hoe je jezelf presenteert en hoe je jezelf opstelt en hoe je er zelf tegenaan gaat. Maar ik denk dat het wel allemaal heel goed gaat komen. En hebben ze ook over posities gesproken? Ja, ik moet gewoon richten op de posities waar ik me goed voel. En dat is links aan de buitenkant op het middenveld, want we spelen met een aanvallend middenveld. En dan kan ik aan links of linkerkant of aan de rechterkant. Dus.